hier altijd blijven komen. Hier ligt mijn hart en heel mijn ziel. In de hemel. Nou, goedenavond mensen. Als eerste, wat ik wel wil zeggen hier, het schiet hier wel om. We gaan deur in Dommelbazendeur. Welkom bij de klets. Het is verschrikkeljaar. Verschrikkeljaar. 2012. Heel veel eeuwen terug. Zijn door het Maya's hebben ze 2012 aangewezen als een rampjaar. Ja. Toen wisten die mensen al dat 2012 een schrikkeljaar was. En dat is op zichzelf al een enorme ramp. Omdat dan de vrouwen het een jaar lang veel zeggen krijgen. De Maya's hebben het voorspeld. Zware rampen. Eurocrisis, hè. Aan het eind van het jaar alleen nog maar uit te geven in de Benelux. Hells Angels vestigen zich in Kasteel Maurik. Fuchse pyromaan breekt alle records. Elfstedentocht, vergoed geschrapt. Ja, rampen. Dommelbazendorp wordt geannexeerd door Oedeldonk. Ja, Fuchse jongeren speulen mee in de film Maaskantje. Rampen. Inwoneraantal Vught op een absoluut dieptepunt. Ook nog een tijdje in de redactie gezeten van de schoolkrant. Ja, veel mooie verhaaltjes geschreven hoor. Eén over de verhuizing van naar ons nieuwe huis. De leraar vond het een schitterend verhaal. Alleen nog die les te regelen, hè, dat snapte hij niet goed. En toen kwam God. Ik zei, ik heb hem daar eventjes uitgelegd. Ik zei, wij hebben met z'n allen die een hele dag zijn kapot geschouwd. En iedereen ging s'avonds doop nu naar bed. En ineens hoor ik vanuit de slaapkamer ons moeten zeggen, oh God, kom jij nou ook nog? Ja, ik heb gesolliciteerd bij Brabants Dagblad. Daar vroeg ze een senior editor. Eentje met minstens 40 jaar ervaring. Je mocht gerust langzaam schrijven, stond er in de advertentie, want onze abonnees lezen niet meer zo vlug. Ja, we waren met z'n tweeën uit de selectie gekomen, met z'n tweeën als de beste. Ja. Ik stel, maar ze hadden er maar één nodig, dus er moest gekozen worden. Ik stel voor, zei die directeur, dat ik jullie allebei afzonderlijk een vraag stel. En het beste antwoord krijgt de baan. Nou, zo, akkoord. Die andere ging al meteen mee naar binnen, hè. En die directeur zei, het is zwart. Het is van leer. En je kunt erop lopen. Ik zou het niet weten. Dat zijn schoenen. Oh ja, ja, nou het zegt. Nee, ja. Hij kwam de gang op en in het voorbijgaan zit hij tegen mij. Het zijn schoenen. Dus toen was ik aan de beurt. Het hangt aan de muur en het tikt, zei die directeur. Ik zeg, zitten de veders in? Nee, zei hij. Ik zeg, dan zijn het sandalen. Ja, aparte figuren hoor, die daklozen, daar wel. Er loopt er eentje rond, die meent als me dat hij een goudvis is. Maar na een paar tjantjes is hij ineens haai. Betta is ook dakloos. Ze gaat af en toe met een illegaal op stap. Als hij haar met een auto thuis brengt, dan kan hij ze op iedere straat afzetten. En Bontenari, hè? Bontenari, ja, dat is een verhaal apart. Die loopt alsmaar, die hoopt alsmaar dat hij smergens een keer doodwakker wordt. Ja, hij is een vreemde gozer, hoor. Je gaat altijd met zijn paraplu onder de douche, omdat hij geen handdoek heeft. Eén een dakloze komt uit België. Ja, de andere had hem ooit uit de Dommel gevist. Hij was met de kano naar hier gekomen en net onder Vught sloeg zijn botje om. Half dood kregen ze hem op het dreugen. Ja, en toen aan het reanimeren en beademen, vinden ze in zijn zak drie zwemdiploma's. Hallo? Waarom ben je zelf niet aan de kant gezwommen? Vroegen ze. Je hebt godverdorie de drie diploma's. Oh, zei hij. Zijn die hier ook geldig dan? Boris M. was al nog één jaar
na zijn gruwelijksreis thuis weggelopen. Hij werd helemaal gek van de brandweerautosyndroom van zijn vrouw. Toetee, 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 toetee. En toen hij ook nog zijn contactlenzen terugvond, is hij met de Noorderhorizon vertrokken. Zelf vind ik de catacomben van de voetgangersbrug muizerik bij de A2. Dat vind ik de mooiste plek. Daar heb je gratis stroom, een batterij gloeilampen en vrolijk bloeiend groen. Wij wilden nog meer. Ik heb gehoord dat ik zelfs het personeel kan overnemen als ze vrijkomen. En nou, ik ben BN'er geworden, hè. Manus Wieke van de Meulen als BN'er. En als BN'er hoor ik natuurlijk een daklozen in huis te nemen. Dat is tegenwoordig heel erg trendy. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Een slaapplaats voor hem gemaakt op het platdak. Want dat zijn ze toch gewend, hè. Ja. Intussen kan hij mooi zwart mijn huis witten. Ik ga eens even kijken of hij al een beetje opschiet. Houdoe.